Welkom bij de Man Cave Movie Vlog en dit keer gaan we undercover bij Man from U.N.C.L.E. Man from U.N.C.L.E. is een filmadaptatie van een zeer succesvolle serie uit de jaren 60. Geregisseerd door een van mijn helden, Guy Ritchie. Guy Ritchie is ook mijn held wel een beetje, want hij heeft Madonna nog in haar lijke virginjaren mogen bereiden. En schoonheid is zeker wel te zien in deze film. Ja, het productiedesign en de color grades zijn echt prachtig. Alsof je hier echt in de jaren 60 kwam. Let me niet aan hem. Kijk maar wat wij bedoelen. You leave my father to me. I'll take it from here. Thank you. Ja, dat is ook allemaal wel mooi. Maar heb je die auto's gezien? Die straten, echt fantastisch. Hier moet je zien, man. Take a right. And then an immediate left. Anyways, Man from U.N.C.L.E. gaat over de Amerikaanse Solo, gespeeld door Superman, en de Rus Ilya, die is gespeeld door de Lone Ranger. Ja, dat is wel verwarrend. En dit waren de twee leads die in 2013 toch verantwoordelijk waren voor twee enorme filmdebakels. Dus ik had het ergste verwacht, maar deze twee zijn gewoon echt geweldig. Ja, deze film begint al snel met actie tussen deze twee rivalen. Alleen wel verwarrend dat de Lone Ranger hier Supermankracht heeft en dat Superman hier de cowboy wordt genoemd. Loving your work, cowboy. You doing okay, cowboy? You can get back on your horse now, cowboy. Ja, Ilya heeft duidelijk een Russisch anabole kuurtje te veel gehad. Dat verklaart ook weer zijn seksdrive. Seksdrive? Wij, toch nog wel eens een But you do want to wrestle. No, I did not say that. Overigens heeft Ray hier dat allemaal echt meegehad. In het hotel. Hij nam een Australische vriendin mee naar zijn hotel 65 in Londen, bij de straalbus open, en hij nam er op het gammele salontafeltje tegen de muur. Bang, bang, bang. Vervolgens wordt er op de muur gebonkt. Oi, you wanker, go to sleep. En Ray riep, if there's one thing I ain't doing right now, that's wanking, you fucking tosser. Echt, Maurice. Please, niet iedereen op het internet hoeft mijn minimale seksleven te weten. En in onze verdediging, we waren straalbezopen. Minimale seksleven? Ja, nu wel ja. Maar je maat in de UK noemde je destijds Sir Shagalot. En wat is de les, je kijkers? Doe zoveel mogelijk voor je 40 bent. Want na je 40ste heb je meer nodig dan een anabole kuurtje en een Viagra. De film is echt heel mooi gemaakt. En het verhaal is ook goed, want er zitten intriges in wat je eigenlijk verwacht van een spy-movie. Ja, niemand interesseert zich voor het verhaal, hè? Het gaat om vrouwen, actie, actie met vrouwen, seks, daar draait het om. En de vrouwen in deze film zijn ook echte wijven, echte vrouwen die de zaak eens goed onder controle hebben. Niet van die weergeloze poesjes, maar echte wilde tijgers en cougars. Oh, do you want to check it? Be my guest. It's your tracker. You're the expert. I'll be on the balcony. Ja, ik hou wel van sterke vrouwen die de controle houden. Ja, jij vindt het heerlijk om gedomineerd te worden door een strenge vrouw. Bij voorkeur een goer, toch? Damn it, Ray! Niet iedereen hoeft dat te weten hier. Ja, vervelend hè? I get the point. En de hoofdrolspeelster, de femme fatale, heeft ook twee bijzonder mooie pluspunten. Maar daar zie je in deze film helaas weinig van. Gelukkig hebben we hier een klein stukje om toch even lekker bij weg te fantaseren. All turned on now. Ik wou dat dit die tracker was. Er zat ook wel een heleboel onzin in deze film. De bom was hier. Kijk Maurice, verrijkt uranium, dat is een zwaar metaal. Daar vallen niet spontaan deeltjes vanaf. Dus als dat er niet meer ligt, kun je het ook niet meer meten. Want straling, gammastraling in dit geval, zijn fotonen... Time out! Niemand wil dat weten, nerdboy. Jij moet op school echt verschrikkelijk gepest zijn. Net als deze meneer. Because of this boy's apparent shortcomings, he was bullied mercilessly and relentlessly by the other children. Ja, ik herken dat nog wel. Hoe kinderen kunnen pesten, Maurice, dat is echt heel schokkend. Shocking! Yes, indeed! I will testify. Don't kick yourself. She fooled me too. It's not the same. They have a glitch. Then I'll fix it. Okay. Deze nerd was toch niet zo'n lieve passieve nerd als ik? Nope, maar gelukkig is een boel comedy. Dus er gebeurt nog iets met hem waar ik heerlijk om hem te lachen. Spoiler alert! Want onze Han Solo, wou ik zeggen, Solo, wordt uiteraard gered. En dan gaat deze Jozef Mengele zelf zoenen. Ja, alleen om hem een beetje bang te maken en wat informatie uit hem te krijgen. It's your call. You're the one he's been having fun with. On the one hand, we need him. He's a wealth of information. En ik maar denken dat Duitse apparatuur deugdelijk en veilig is. Ik verwacht dit soort dingen alleen van Italiaanse apparatuur, niet van spul wat de moffen hebben gemaakt. Oh, je hebt de Volkswagen verre gemist. Okay. De wat? Nee, niks. De Italiaanse politie rommelt wel aardig in deze film. Een leuke scène waar Superman zichzelf door het zwemmen in veiligheid heeft gebracht en de Lone Ranger op zijn bootje nutteloos rond blijft scheuren met de schietende politia achter hem aan. Ja, ik heb de eerste keer ook enorm moeten lachen over deze vrij lange scène. Ja, Guy Ritchie staat bekend om die lange scènes, maar hij doet het op een hele interessante manier. Ja, ik vond het ook een hele interessante en verrassende film. Deze twee leadacteurs, die dus in 2013 verantwoordelijk waren voor toch wel wat blunders in de film, zijn echt gewoon hele goede acteurs. Wat mij betreft mag Superman, die overigens een Brit is, gewoon een nieuwe Bond worden. En ik geef deze film geheel in stijl een 3,5 van de 5 atoombommen. Dat is een leuke film. Hij had iets korter gekund en ietsje meer actie erin. Ja, ik ben het helemaal met je eens. 3,5 atoombom is inderdaad een goed punt. Ik vind ook dit voor de zondag is dit een fantastisch leuke film om te kijken. De scène aan het begin met de zipline is erg leuk. De scène met de boten is erg goed, die achtervolgingsscène. Je hebt op een gegeven moment een scène met een kluis, er is een leuke grap in. Oud, maar goed gepikt, goed gefilmd, goed gedaan. Dus al met al is hiermee de atoomoorlog verklaard aan de James Bond franchise met deze Man from U.N.C.L.E. Ja, ik denk dat ik eens even met mij atoombommetje ga spelen. Atoombommen? Atomen zijn toch hele kleine deeltjes? Smashing! Hé, maar liever één grote explosie dan alleen maar firing blanks. Hè Maurice? Zit je lekker op je beeld? Zit je lekker chill? Zit je lekker te kijken naar de Man Cave? Is het afgelopen? Vergeet dan niet te liken, te abonneren en tot de volgende keer bij Man Cave. Zit je lekker op je beeld? Zit je lekker chill? Zit je lekker te kijken naar de Man Cave? Is het afgelopen? Vergeet dan niet te liken, te abonneren en tot de volgende keer bij Man Cave.